Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Far Cry Primal aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We hebben heel veel op dit moment om te doen, dus we gaan natuurlijk ook weer proberen zoveel mogelijk te doen. We hebben nog 5 skill points om te besteden, dus vind ik deze heel leuk mensen. Ram natuurlijk zoals je kaart op de like knop. We gaan weer zoveel mogelijk proberen te voltooien. En ik neem jullie mee. Alright, we hebben 5 skill points om te gebruiken. Resource sacks can now be seen with Hunter Vision, heb je niks aan. Receive less damage when falling from a great height. Oftewel, weinig damage krijgen als je van hoge hoogte afvalt. Nou, dat heb ik ook niet nodig. Even kijken. Jump or fall, nou, die hoef ik ook niet. Wat is de handigste om te upgraden? Ja, deze is sowieso handig. Dan kan ik sneller rare resources vinden. Dus dat is sowieso handig om te hebben. Dit is ook handig. En dan zijn mijn skill points alweer op. Oké, nu als ik gewoon rondloop, kom ik heel veel van de map te zien. Dus ja, ik moet gewoon lekker veel rondlopen. Dan krijg ik de hele map op een gegeven moment voor me te zien. Ja, we hebben hier ook wat side missions kunnen gaan voltooien. Dus ik ga even met ze praten. Ik ben benieuwd. Hanawa chwanta daha. Mana apa guam. Kalim hai usasakwi. Oké, gaan we doen. Gaan we doen. Oké, nou die kunnen we dus ook gaan helpen. Dat is sowieso iemand die onze hulp nodig heeft. Hier nog iemand. Dat zijn allemaal quests die we kunnen voltooien. Yo! Shrarwa daar. Winja shwarga daha. Ustao maniaka takar. Wadar salwa daha. Hapafi. Oké, dan moet het drinkwater. Drinkwater laten worden. In plaats van. Badger skins hebben we hiervoor nodig. Sowieso meteen komen helpen, man. In plaats van dat ze er ziek van worden. Want dat is natuurlijk niet zo handig. Weet je wat ik heel veel wil doen? Ik wil heel veel teruglopen. En dan moet ik even kijken. Volgens mij is deze cave, hè? Ik kan sowieso dit meenemen. Thank you. Maar. Waar zit de goede cave ook alweer? Ik ben altijd de weg kwijt in mijn eigen kamp, jongens. Ongelooflijk. Moet ik hier naar binnen? Ja, maar die is het high. Oh, het is wel hier. Oké, het is wel deze. Ik wou net zeggen. Dan kunnen we eventjes de reward stash openen. En kijken of we wat leuke dingen mee kunnen nemen. Zoals deze. En deze. En deze natuurlijk allemaal. En die. 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 Die is altijd handig. En de rest hebben ze nog niet. Want zij vinden natuurlijk ook allemaal resources voor mij. Dus ik kan het net zo goed allemaal meteen natuurlijk meenemen. Want daar hebben we tenminste wat aan. Want wij gebruiken het wel. Dat weet ik wel. Oké, chill. Alright, we hebben alles meegenomen. Dus de ballen jongens, daarmee ben ik weer weg. Zij zoeken al die resources voor me. Dus dat kan ik natuurlijk gewoon netjes meenemen. Alright. Maar jij wil nog iets weten van me? Of jij hebt nog een missie voor me? Op. Ja, sorry, ik heb de hut goed gemaakt man. Oh ja, we hadden zijn quest voltooid. We waren namelijk naar de top van de berg gegaan. Daarachter. En we hebben daar de veren vandaan gehaald. Van de adelaars. Dus hij kan ons nu verder helpen. Oh nee, volg me niet zo. Dus hij kan ons nu verder helpen om iets cools te maken. Oké, we moeten dus totem. We moeten totems voor hem op gaan zoeken nu. Je vraagt wel veel van mijn vriend. Elke keer is weer wat anders. Elke keer moet ik je weer helpen. En ja, oké. We gaan je wel helpen, ja? Zullen we dat doen? Even kijken. Wat is de dichtstbijzijnde missie nu op dit moment? Dat is hier. Nou, dat is bij die vent meteen. Ik denk dat het handigste is. Ik moet sowieso even kijken. Ik moet. Die beest ook nog vermoorden. Dus ik vest er over hier naartoe. Ik moet sowieso die tapiers vermoorden om iemand anders de hut weer te upgraden. Dus dat is sowieso eventjes mijn doel natuurlijk. Dus we gaan even op zoek naar de tapiers. En daarna gaan we even op zoek. Oh, dit wapen bij de way, jongen. Holy shit. En daarna gaan we even op zoek. Naar zijn missie. Naar zijn totems. Dus kom erop. Alright. We moeten sowieso over die tapiers opzoeken. En dan kunnen we iemand zijn hutje zo meteen weer upgraden. Ik denk dat ik vast heb is bij de wel echt dik eerste klas, jongens. Zo, die knetter. Moet meenemen, op de. Oh, er rent er iemand, zie je hem. Zullen we even neermappen?
Oh my god. Oh my god. Holy fucking tieten, dat ding is hard. Zo. Nou, die zijn dood, denk ik. Toch, vriend? Die zijn dood, ja. Top. Oké, weer even wat hout meenemen. Even die tapiers opzoeken, man. Die moet ik even vermoorden, namelijk. Ik moet er denk ik 2 vermoorden, dan hebben we genoeg. Dus laten we dat maar even doen. Ze zitten hier ergens. Dus ik zal ze, ja, hier 200 meter. Dus ik zal ze hier ook vanzelf vinden. Zo, dat ding is niet zo sterk om een steen te breken, blijkbaar. Het was te proberen, hè. Oké, tapiers. Tapiers zoeken, jongens. That's my goal at the moment. Oké, jullie zijn geen tapiers, jongens. Jullie heb ik nou net niet nodig. Oké, ze moeten hier ergens zitten. Kijk, daar lopen wat mensen. Nou, dat die horen bij me. Hier ergens horen ze te zijn. We zullen ze hier wel vanzelf tegenkomen als we heel veel goed kijken. Weet je wat, ik roep mijn L wel even in. Even kijken of mijn L iets kan vinden. Daar loopt een cheetah. Ik zie nog geen tapiers. Nee, mijn L ziet ze ook niet. Hallo? Waar zijn jullie, jongens? Volgens mij zitten ze hier rechts voor me. Volgens mij zitten ze rechts van me. Ik moet even deze berg op. Er zitten hier sowieso geiten, die hoor ik namelijk. Jou hoef ik niet, vriend. Ik vermoord je nu wel omdat ik hier puur sta. Maar dat is je eigen schuld. Ik kom er nog meer aan. Fuck. Die tijger die jaagt ze weg, jongen. Is zo mooi om te zien. Ik zie ze niet, man. Ik zie de tapiers dan niet. Alsjeblieft, jongen. Nee, ik zie de tapiers net niet, jongens. Nou ja, fuck it dan gaan we verder ook. We komen ze vanzelf wel een keer tegen, dan Er zit een hele groep, joh. Oh, niet het water in. Beweeg maar. Gaan we stilstaan. Nu. Thank you. Kijk, Karim, we hebben ze allemaal. Dan gaan we zwemmen. Hop, op naar de overkant. Zo doe je dat, jongens. Zo doe je dat. De hele groep uitschakelen. Dit waren die vissers. Oh, wacht. Er zit er nog meer, joh. Au, jezus, die was raak. Waar dit ze? Ik heb veel vermoord, gek. Zo. Holy tietenfrieten. Ik weet niet of dit ze allemaal waren, doe, maar... Zo, Wenja event completed. Jammer, jongens. Volgende keer beter allemaal. Volgende keer beter allemaal. Zo, die knetter. Ik heb ze hard vermoord ook. Oké, maar we beginnen deze kant op. Ik ben nu de verkeerde kant op gelopen, helaas. Ja, we moeten deze kant op. We moesten... Kut, ik ben de verkeerde kant op gelopen. Ah ja, we komen er wel weer. Dan gaan we maar weer terug naar de andere kant. Mip, mip. Even een stukje rennen. Misschien kom ik nu wel een tapier tegen. Misschien nu wel. Because you never know, man. You never know. Die heb ik allemaal niet nodig, jongens. Nieuw. Ik
Er lopen alleen maar herten, geiten en alles rond. En die zoek ik nou net niet. Dus dat is wat minder. Dat is wat minder helaas. Nou, maakt niet uit. Dus we gaan snel. Hoorden die bij me? Ja. Ik zal het even controleren, want anders vermoord ik ze natuurlijk. Alright, hier is ons evenement. 100 meter nog. We moeten de totems zien te vinden. De los totem. Tag to identify the totem looters. Oké. Dus we moeten ze taggen. Dus ik roep mijn L en dan kunnen we ze makkelijk taggen. En dan weten we ook meteen wie we natuurlijk moeten pakken. Het zijn er veel, gek. Oké, we weten nu wie we sowieso moeten hebben. Alright. Kan ik die lange boog al maken? Ik ga even snel kijken. Wat moest ik daarvoor doen? Ah, shit. Die kan ik helaas nog niet maken. Want die longbow die komt hier echt perfect van pas gewoon, jongen. Maar ja, die kan ik helaas nog niet. Dus we moeten het doen met onze speer en onze kleine boog. Ik maak snel eventjes wat arrows erbij. Oké, jongens, nu gaan we ze aanvallen ook. Is poes. Kunt die andere lullo's rennen natuurlijk weg. Motherfuckers. Motherfuckers. Ik ren snel door, jongens, want die anderen rennen weg namelijk. Mijn hond die vermoord ze. Of mijn wolf, of mijn tijger vermoord ze wel. Deze matties rennen weg namelijk. Zelletje, motherfuckers. Jongen, 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 een beetje wegrennen. Oké, okay, die hebben we sowieso, dus één. Dit is nummer twee, alleen moet ik heel snel deze kant, toch? Want die andere is de andere kant op gerend, namelijk. Oké, okay, we moeten doorrennen, Mattie. Hij is hier op deze berg, hij is op deze berg gerend. Oh fuck, nu moet ik omlopen. Ik zie hem rennen, zie hem rennen. Oké, okay, pak hem, tijger, go. De tijger gaat achter hem aan. De tijger gaat achter hem aan. Ja, die tijger die haalt me sowieso in. Je ziet hem op de map. Hij haalt me sowieso in nu. Daar gaat hij, daar gaat hij. Go, 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 go. Rennen, jongen. Rennen, 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 rennen. Je hebt hem. Oké, ik had je bijna, jongen. Oké, hij ligt hier. Hij heeft hem vermoord. Lekker bezig, tijgertje. Goed bezig, jongen. Kijk, we got him. We hebben alle drie de stukken die we moesten hebben. Chill. Hoppatee. Nice. Jij wat eten, vriend? Waar ben je? Hier, je mag wat eten hebben, ouwe. Goed bezig, man. Hier. Alsjeblieft. Zo, we hebben ze allemaal vermoord. We hebben drie totemdingetjes gevonden. Kan ik daar naar boven klimmen? Wacht, zal ik proberen naar boven te klimmen? Dan verrassen we ze even, ja? Dan vermoorden ze nog wel even. Verrassen ze wel even, jongens. We zullen ze even verrassen, ja? Die vest steekt zichzelf in de hersen, die sukkel. Tijger, heb je hem? Oké, Beast heeft hem. Ja, chill. Zo, dat was alles. We hebben iedereen. Hey, GG, man. Die heb je weer wat eten, houden. Hier, GG. Goed bezig, man. Hij heeft me even gewoon die vent vermoord. Ik had vet veel pels voor die hele gozer nodig. Niet normaal. En toen stond de hele fucking bos in de hens. Hij is niet mijn schuld. Niet mij de schuld geven. Ik heb niks gedaan. Wat loopt daar voor tijger? Volgens mij moet ik die tijger hebben. Volgens mij moet ik die tijger vermoorden. Dus tijger tegen tijger, dit wordt het. Fuck, wie ziet me nou weer? Motherfuckers.
Waar is die tijger? Ah, ik ben hem kwijt. Er loopt daar sowieso nog iemand. Ik ben die tijger kwijt. Maakt niet uit. Ik ben die tijger kwijt, man. Maar dat maakt niet uit. We gaan weer even wat hout verzamelen. Ik heb vet veel pels geschoten namelijk. En dan hebben we dit hele kamp. We hebben gewoon iedereen hier vermoord, jongen. Hoe briljant is dat? Geniaal. Ik vind dat we het goed hebben gedaan. Die is ook dood. En dan zijn die, het hele hutje is afgebrand, jongen. Oh, die mensen zijn niet blij, dat weet ik wel. Wat is dit ding waar je weer tegen iemand aangooit? Wacht even hoor. Oh, dat is een slang. Hé, slang! Ah, fuck. Die voor je, kutslang. Oh joh, dit hele bos zit echt in de hens, jongen. Fucking hell, hé. Hey. We hebben het echt helemaal in de hens gestoken, kijk dan. Het vuur dat is door dat hele kamp getrokken. Oeps. Oeps. Dat, jongens, dit is niet de bedoeling. Dat hebben wij niet gedaan. Oké, misschien een klein beetje, maar dat hebben we niet gedaan. Oké, ik denk dat het handigst is als we... Kijk, hier hebben we ook nog een missie. Ik denk dat het handigst is als wij... Ik kan sowieso iemand zijn hutje upgraden, volgens mij. Toch? Nee, we hebben die badge nog nodig, dat is waar ook. Ik denk dat het handigst is... Als ik even teleport naar de missie van haar... Want ik heb voor iemand ook nog namelijk... hier, mammoet skins heb ik ook nog nodig. En ik denk dat de beste plek om die te vinden is in de sneeuw. Hier lopen sowieso jaks rond. Waar lopen mammoeten? Dat is mijn vraag nu. Oh, helemaal hier. Dat is heel ver. Dat is heel ver. Oké, nee, wat ik dan ga doen is ik blijf nog heel veel hier waar ik nu ben. Ik ga gewoon nog even wat missies voltooien hier, ook. En dan gaan we later weer een andere missie voltooien. Ik denk dat dat het handigste is, want we moeten gewoon even zorgen dat we wat resources krijgen. En hier is alles natuurlijk in de hens gegaan, dat is mijn schuld. Maar dan... oh, ik hoor de tijger weer. Daar is die. Ik ga achter hem aan. Oh fuck, ik wou gooien. Pak een vriend, ga achter hem aan. Zo, ik leid hem af met een beetje, jongen, nu is hij dood. Zo, kevelijn, want die moest ik vinden. Got him! Kevelijn had ik nog nodig, dus vandaar dat ik hem even vermoorde. Alright. Ik weet alleen niet meer voor wat. Voor wat heb jij nodig dan? Oh ja, hier, kijk. Hier, cave lion. Zie je wel? Hier, ik wist het wel. Leopard skin, brown bear. Dus we moeten gewoon alles, eigenlijk elke predator die we vinden, moeten we gewoon vermoorden. Want we hebben voor iedereen van alles iets nodig. Wil jij eigenlijk nog wat eten, vriend, hier? Toshi. Alsjeblieft, de ballen. We moeten wel te vriend houden, hè, die vent. Jongens, rustig. Oh, er zit een tijger achter. Achter hem aan, boys. Ik moet jou hebben, vriend. Het spijt me. Ik moet jou hebben, vriend. Het spijt me. Maar dan moet je niet hier gaan lopen. Dan ga ik je krijgen ook met mijn fucking two-handed ding. Zo, die vent rent. Die tijger rent snel, gek. Ik hoop dat mijn tijger sneller is. Go, 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 go. Pak hem. Oh my god. Hij rent echt keihard weg. Oh, weet je, laat ik maar zitten. Kom maar terug, vriend. Kom maar. Kom maar. Laat hem maar zitten. Hij is pussy, man. Dat noemen wij pussy tijger, jongens. Die bestaan ook nog. Pussy tijger, hè, jongens. Toch? Ja, pussy tijger. Allright, laten we verder gaan. Ik hoor weer een tijger. Fucking hell, er zitten hier veel tijgers. Ze zijn allemaal weg, man. Hey, kom je zo meteen helpen, mevrouw. Ik dacht mijn tijger aan het rennen. Wat is die nou? Ik hoor hem nog wel, maar ik zie hem niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Zo, die was raak. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem.
Wacht, ik heb hem. Woe! Yeah! Zo doen we dat. Let's go. Zo doen wij dat, jongens. Oké, nou die hebben we. Dan kun ik sowieso nu weer wat upgraden. En dat is dat ik 4 speren kan meenemen. In plaats van 3. Let's go. Daarom moest ik hem vermoorden. Dus vandaar. Dus het was niet voor niets in ieder geval. Het was niet voor niets. Ik had hem wel mooi. Dat moet ik wel toevoegen. Alright, laten we dit mevrouwtje hier maar gaan helpen. Winja. Hallo. Ja. Yo, wat is er? Waar heb je hulp bij nodig? Pardeku Winja Daiwa Hashnu Suanash. Upardeku Shanshi. Shayu Lausha Sakui. Oké. Waar is dat dan? Ik moet er ergens helpen, maar ik weet zelf niet eens waar. Oké, ik vind het vanzelf wel. Oh, kut, wacht, daar ga ik vallen. Ik vind het heel leuk, maar daar ga ik vallen. Als we dus jaguars tegenkomen, moeten we ze vermoorden voor haar. Want anders gaan zij eraan namen. Het is weer een nieuwe locatie hier. Zou ik dit overleven, denk je? Fuck it. Oh my god. Oh my god, ik leef nog. Holy fucking shit. Cheetah, dat bedoel ik dus. Holy fuck, dit zijn er veel, joh. Niet voor je. Een leeuw die kwam me helpen, zag je dat? Of een tijger? Had er zin in. Is die andere ook dood eigenlijk? Maar die andere leeft nog. Zoveel resources die we mee kunnen nemen, joh. Oh, die was hard, jongen. Die was echt heel hard. Oh, ik kwam net aanrennen en in één keer krijg ik die fucking ding door zijn kop. Hè. Ja, sorry, ouwe. Hetzelfde geldt voor jou. Oh, die waren echt heel hard voor ze, allebei. Er komt er nog één aan. Wat is dit? Oh, nog één. Nee, kom, ga gewoon weg. Nee. Ga. Fucker die je bent. Vraag het nog. Aardig. Ik vroeg het heel aardig. Aardiger kan ik het niet vragen. Het begint ook avond te worden op dit moment. Ik vind het wel chill, want we hebben hier echt heel veel quests die we kunnen starten. Dus ja, al die quests zijn natuurlijk welkom. En daar zit zelfs een kampje verderop, zie je dat? Is dat een kampje van ons of niet? Ja, dat is een kampje van de enemies. Oh, dan kunnen we die meteen ook even halen. Zullen we hier dan toch zijn? Niet vallen. Rustig aan. Help the Wenja place a spirit totem. Oh, daar kunnen we ze wel bij helpen. Daar kunnen ze wel bij helpen. Toch, vriend? Hè? Goed zo, jongen. Totemplaats vlakbij. Nee, waar is vlakbij? Dat is de vraag nu. Waar is... Oh. Serieus, jongens. Dat moet je niet doen als er een fucking tijger bij me is, vriend. Dit is een kampvuur. Ik denk dat dit een totemplaats is. Oh nee, wacht. We moeten het spoor volgen. Kijk. Rot eens op, joh. Mogol. Dildo die je bent. Blanco. Fucking. Oh, die moet killen. Deze moet killen. Nee. Ja, kut, nu ga ik die missie verhalen, maar ik heb jullie nodig. Ik start die missie zo meteen wel weer hoor, maar ik moet deze vermoorden. Pak jij die. Pak hem. Ja, jij hem sowieso. Dan moeten we snel achter die andere aan. Oké, ik haal snel deze shit op. Kut, dat wou ik niet doen. Ga hier alsjeblieft. Er lopen er namelijk nog meer, dus die moeten we ook even pakken. Lopen ze er nog? Moet wel hoor, ze moet wel. Zijn dat ze? Ja, pak er maar één. Je mag zelf kiezen welke. Je mag zelf kiezen welke, vriend. Oh, het zijn allemaal wolven hier.
motherfuckers, niet mijn fucking vriend aanvallen, jongen. Het is ook een cheater zelfs. What the fuck is hier aan de hand, joh? Zit er helemaal vol, joh. Hij beschermt me, hoor je dat? Hij beschermt me. Oké, heb je hem? Oké, je hebt hem vermoord, chill. Oké, ze zijn nu weggerend, want ze waren bang. Maar deze had ik nodig, die moest ik vermoorden, dus sorry. Zo, de knetter, hè. Ik ben bezig met een missie, opeens kom ik alle dieren die ik moet hebben, kom ik tegen. Gewoon in één keer. Ja, chillings, want nu als ik kijk, dan kunnen wij wel weer nieuwe dingen craften. Zoals deze, kunnen wij meer wapenresources en alles meenemen. Dus die hadden we sowieso nodig. En, ja, chill. Oké, dan kunnen we nu wel naar de missie toe. Deze keer wel. Komt er nou iemand achter me aan? Serieus? Rem maar weg. Fucking pussy. Ga ik jullie vermoord ik niet hoor. Jullie zijn mijn matties, jongens. Oké, laten we de missie even opnieuw starten. Want ik was te ver weggelopen. Omdat ik mijn beesten wilde vermoorden. Zo. Hoppa. Alright, spirit totem. We moeten deze kant op. Kijk, hier loopt het spoor namelijk. Zie je dat? Chuantapada Shanti. Oh, hier loopt het spoor. We moeten goed opletten, want het is niet heel goed zichtbaar. Jongens, niet doen. Wees aardig. Ik heb een fucking tijger die jullie toch kon vermoorden. Dus. Oh, kut. Kom. Hij zat ze allemaal te vermoorden, joh. Je hoeft ze niet allemaal te pakken. Waar loopt het spoor nou naartoe? Het spoor stopt hier. Oh, we zijn er al. Ik dacht dat het spoor stopt daar. Search for the last totem. Maar er zitten wel wat enemies hier, zie je dat? Dank je. Oh. What the fuck gebeurt er opeens, jongens? What the fuck, ouwe? Je had er zin in. Nou, kan je er nog in aan? Help me! Thanks, maat. Je gaat erachteraan. Hij gaat erachteraan. Ik hoef niks meer te doen. Oké, misschien ligt het totem hier bovenop. Ik moet even kijken. Misschien ligt hij hier wel. Nee? Oké, dat was hem niet. Oké, hier lag hij dus niet, jongens. Au, jezus. Oké, dan moeten we deze kant op. Kom terug. Het gevecht gaat overal achteraan, jongen, die gekke koekwous. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar nu is hij dood. Dat weet ik wel. Oké, we moeten hier zoeken. Oh, ik moest even... niezen. Alright. Oké, we moeten even goed zoeken hier, hoor. Hier ergens moet een los totem liggen. Die ik natuurlijk moet vinden. Oeh, daar. Gevonden. Kom hier, vriend. Ik moet deze vet killen namelijk. Oh, ik heb je. Hey, let's go. Chill. Die is ook weer down. Die moest ik namelijk ook nog vermoorden. Dus vandaar. Ik dacht, weet je, ik pak hem dan meteen even kus. Want ik heb jou toch nodig. Want hier ligt hopelijk de totem. Kijk uit, er ligt een slang ergens. Ik weet niet waar. Oké, hoppatee. Totem gevonden. Oké, let's go. Dan moeten we nu terugbrengen. En dan, ja, we hebben de totem gevonden en teruggebracht.
Oh, we moeten bovenop zijn, joh. Oh, damn, maat. We moeten bovenop zijn. Dat wist ik niet. Dan moet ik even terugrennen, want dan kunnen we weer naar boven namelijk. Ik wist niet dat we bovenop moesten zijn, man. Okay, let's go dan maar. Klimmen. Zo, alright. Oh, ik kan richting de slang. Waar lig je? Oh, daar ligt hij. Oké, daar ga ik al langs. Ik hoorde hem, dus ik kon er mooi omheen lopen. Hoe ga ik die hele berg opkomen, joh? Oh, hier kan ik weer omhoog. Er stond nog een enemy bij, ik zag hem staan, maar die kan ik wel vermoorden. Die kan ik wel pakken. Hij staat links van me nu, links. Links, 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 links. Ballen, vriend. Alright, want ik moet hier zijn. Ik zag ze net al staan. Oh joh, komt hij aan, hoor. Oké, die hebben we. Er zit er nog één. Ergens. Ik hoor er nog één, maar ik weet niet waar die zit. Deze hebben wij in ieder geval. Waar zit die andere? Oh, die zit hier. Die zit vast. Ah. Zo, ik heb juist je... Ik heb hem verlost, jongen. Ik heb hem verlost. Zo doen we dat. Oké, okay, nice. En dan kunnen we weer de totem plaatsen. Hoppatee. En dan is de totem teruggeplaatst. Of teruggebracht naar de plaats waar die hoort te staan. Toch, vriend? Jij krijgt nog wat vlees van me. En daarbij, jongens, sluit ik wel weer deze aflevering af. We hebben weer heel veel gedaan. We hebben van alles en nog wat gedaan. Dus als jullie hebben genoten, dan natuurlijk zoals je kaart op de like. Dan zijn we snel mogelijk natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering. Maar deze hebben we in ieder geval voltooid. Dus ja, we hebben nog heel veel dingen om te doen. We kunnen weer skillpunten gebruiken. We hebben hier de map, dus daar kunnen we ook nog genoeg doen. Dus als jullie hebben genoten, jongens, dan natuurlijk subscribe en like op. Ik hoop jullie ook weer te zien natuurlijk bij de volgende aflevering. Dus thanks for watching. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.